Ik heb gezegd dat ik Shelly zou proberen te pushen naar rank level 30. En als ik zoiets zeg, dan ga ik er ook alles aan doen om dat proberen voor elkaar te krijgen. Het is natuurlijk geen zekerheidje dat het gaat lukken. Maar in ieder geval, ik ben goed onderweg. Ik zit momenteel op de 899 trofeeën. Ik heb vandaag ziek erg genoleimd. Dat is echt niet normaal. Maar het gaat op zich wel lekker. De laatste potjes ging goed, maar daarvoor gingen we de hele tijd heen en weer. Ik begon vandaag rond 825 trofeeën of zo. Dus ik ben wel 75 trofeeën omhoog gegaan. Maar daarvoor ben ik denk ik echt ongeveer 3 uur lang bezig geweest. Dus dat heb ik al gespeeld voordat ik ben begonnen met opnemen voor deze video. Dus echt insane. Maar ik ga proberen die rank level 30 te halen. We gaan vandaag gewoon weer strijden. En in ieder geval rank 28 halen. Dan hebben we de 900 trofeeën gehaald. Vanaf dan gaat het echt moeilijk worden. Maar we gaan zien. We gaan kijken of ik in ieder geval een paar wins kan halen. Maar als jullie er zin in hebben, doe natuurlijk dat duimpje omhoog. 2000 likes zou top zijn, want dit kost heel veel tijd, dit soort video's. Dus support wordt gewaardeerd. En vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En wat ook leuk is, dan zien jullie binnenkort ook de nieuwe knokker Lola, als die natuurlijk uitkomt. Vergeet ook niet de code Bowser te gebruiken als je dan de Brawl Pass koopt. En nieuwe Bowser uit de kleding te checken op Bowser.nl. Wordt gewaardeerd als je dat doet. Maar laten we nu maar eventjes gaan beginnen. Want ik speel nu momenteel gewoon Showdown. De Showdown Plus Map vind ik net niet chill. Daarvoor ga ik net te vaak ook naar beneden qua trofee. En gewoon solo showdown is net wat stabieler. Is net wat chiller voor Shelly deze map. Dus vandaar dat ik gewoon showdown speel. Dus ik ga ook langzamer omhoog. Je krijgt gewoon minder trofeeën. Want normaal in Showdown Plus krijg je ook nog 2 trofeeën erbij voor elke kill die je maakt. Dus dan ga je gewoon veel sneller richting die rank level 30. Maar ja, zoals ik al zei, het is niet de geschikte map voor Shelly. En ja, dat wil ik wel hebben. Oké, okay, let's go. Ik zal wel eventjes hier die laten en dan ga ik even hierheen. Ik wil in ieder geval 1 kistje hebben. En ik wil ook niet vijanden maken, dus ik ga gewoon eventjes lief doen. Wil jij die hebben, dan mag je die hebben. Kijk, ik ga niet moeilijk doen voor dat soort dingen. Als je daarop moeilijk gaat doen, dan weet je al zeker dat je heel snel de lul bent. Oké, okay, er is nu al een Rico dood. Dat is prima. Als Rico zijn, dan weet je ook zeker dat je hier niet gaat winnen. Ja, dat is echt heel dom om hier Rico te zijn. Maar dit is gewoon puur spinnen en zorgen dat je zeg maar uiteindelijk het weer gaat halen. Oké, okay, wel even uitkijken. De Shelly heeft nu ook de super. Ik zal even zorgen dat hij wat HP erbij heeft. Top! Dankjewel, Shelly. En er is ondertussen daarboven een bus, volgens mij. Dus die is wat irritant. Maar het is gewoon een heel tactisch spelletje. En zorgen dat je teamt en op het juiste moment iemand backstabt. En ja, het is heel tactisch. Maar ik laat even de hoogtepunten zien. Want dit kan nog wel even zo doorgaan totdat het gif helemaal in het midden zit. Oké, er wordt ondertussen wat gevochten. We gaan nu richting het eindgevecht. En dit is het moment wat heel belangrijk is. Je hebt nu eigenlijk een goede positie nodig om hier uit te komen. Oké, daar is nu een kill gemaakt. Moet hier even uitkijken. Oh shit, ik word helaas 5e. Nou, dan krijg je in ieder geval geen intro mee. Dat scheelt. Ai. Dit is zo ontiegelijk lastig. Het eindgevecht is het allerbelangrijkste. Ik zat nu niet in een chille positie. Maar dat is het moment dat je een positie moet kiezen. En of nou, eigenlijk moet je dat van tevoren al doen. Je moet staan op een plek waar je gewoon lekker chill staat. Dat de anderen eerst met elkaar gaan vechten. En dat jij dan een soort van overblijft. Dat is het beste. We beginnen trouwens nu prima. Dan heb ik in ieder geval 2 krachtpunten. Wil jij die krachtpunten hebben daar? Nou ja, prima. Dan ga ik hier gewoon even mijn super ophalen. Wil je even samen mijn super ophalen? Ja, dat is helemaal top. Oh, ik wil niet nog meer levens eraf. Want dit waren wel heel veel levens eraf, Shelly. Ja, oké. Okay, dit is prima. Oké, okay, nice. Dan kunnen we weer even elkaar hitten. Hij heeft zijn super al en ik heb mijn super ook al bijna. Nog 1 hit. Ja, top. Dankjewel. Oké, okay, top. Dan is het nu gewoon weer hetzelfde spelletje. Ik laat wel gewoon lekker de hoogtepunten zien. Want dit soort potjes, dat kan af en toe echt heel lang duren. En soms gebeurt er pas op het eind wat. Maar ja, dat heb je op dit niveau. Je moet zo geconcentreerd blijven spelen. Dat is echt niet normaal. Nou, ik denk dat de bom zo meteen gaat ontploffen. We zijn nu nog steeds met 10 man. De eerste die gaat aanvallen, ja, die wordt vaak ook meteen daarna weer gekilled. Dus dat is een klein probleem. Ja, ik sta hier net niet chill in de hoek. Dus dat is ook balen. Er komt daar nu een tornado van kill. En dat is eigenlijk ook irritant voor die Shelly daar zo. Maar dit is echt complete chaos. Oké, okay, nice. Die Frank die is nu dood. Terwijl dat ik het ook overleef. Ah, oh, nee. Oké, okay, shit. Oké, okay, ga ik dit nog overleven? Ik word 3e of 4e? Wat? Maar ik heb de 900 gehad. Ik word gewoon 3e. No way. Ik dacht echt dat ik 4 of 5 zou worden of zo. We worden gewoon 3e. We hebben de 900 trofee gehad met Shelly. Let's go. Dit zijn zulke stomme potjes eigenlijk. Maar ze zijn wel echt
tactisch erg lastig. Maar check dit dan. Frank en Gil als eerste hoofd. Voor de rest alleen maar Shelly's. Ja, we komen af en toe ook met Shelly's die al boven de 1000 zitten. Dus dat is ook wel nice. Het is sowieso haalbaar. Dat is sowieso het geval. Maar ik ga gewoon nog even een tijdje doorpushen. Ik laat lekker de hoogtepunten zien. En hopelijk kunnen we de reeks die we nu een beetje hebben. Want de afgelopen paar potjes ging wel echt lekker. Dat we die even voort kunnen zetten. En dat we even gaan strijden voor die rank level 30. Oh, 950 of in deze video zou al ziek lijp zijn als dat gaat lukken. Nou, ik zal vanaf hier weer even het volgende potje gaan oppakken. We staan redelijk hier. We staan hieronder met Shelly's. Daarboven zit nog een Stu en een Gil. Die Gil die had ik in het begin een beetje. Daarmee heb ik me super opgehaald. Dus ja, dat zou een teammate kunnen zijn. Maar ja, dat, op dit niveau moet je niemand vertrouwen. Trust nobody. Ja, dus zo is het wel. Oké, die Stu die wordt nu gekillt. Ja, dus dat is prima. Wat wordt die? Ah, nee, 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 nee. Oh, dan hebben we daarvoor een paar minuten gewacht. Heel padje gespeeld. En dan word je 5, dan krijg je min 1. Ja, beter dan 10e worden. Dat wel, dat wel. Maar opnieuw spelen. Kijken of we nu wel de plus erbij kunnen krijgen. Ja, ik hoop dat er binnenkort een goede map komt in Showdown Plus. Want dat is toch net iets chillen pushen. Oké, we zitten in het volgende potje. We zijn nu al met 5 en ik sta er goed voor. Ik heb me super. Ik heb 4 krachtpunten. We zijn wel met 3 El Primo's tegen 2 Shelly's. Dus die El Primo's gaan sowieso zo meteen tegen ons. Dat kan haast niet anders. Maar het zou mooi zijn als we nu even eerst kunnen worden. Dan krijgen we mooi wat trofeeën erbij. Dus dat zou wel iets nice zijn, ja. Maar dit wordt heel moeilijk om dit tactisch uit te spelen. Want die El Primo's gaan sowieso tegen ons. Dat kan niet anders. Ik hoop eigenlijk dat ze eerst op die andere Shelly gaan jumpen. Omdat die andere Shelly 2 krachtpunten heeft. En ik heb 4. Dus dan ben ik iets sterker. Dus het risico om op mij te springen is net wat groter dan op die andere Shelly natuurlijk. Dus, nou, we zien het wel, we zien het wel. Oké, ja, nu wordt het wel heel krap. Ik ben benieuwd wat ze nu gaan doen. Ik ben heel benieuwd. Ja, wat gaan ze doen? Ze gooien. Ja, ik ga nog niet mijn super inzetten. Dat wil ik eigenlijk bewaren. Ik wil niet de eerste zijn die aan gaat vallen. Ik ga nu aanvallen. Oké, dit gaat nog goed. En dan hoop ik dat ik nog hier overleef. En we worden uiteindelijk 4e volgens mij. Ai, 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 ai. Die andere Shelly deed dat net beter. Worden 4e, krijgen we 1 trofee erbij. Dit gaat zo slow, jongen. Je kan veel beter Showdown Plus spelen. Maar het probleem is... Ah, we doen 1 pot Showdown Plus. Dan laat ik het even zien. Het probleem is dat hier heel veel spikes zitten. Die gaan allemaal tegen de Shelly. Dus je bent bijna gegarandeerd de lul. Ik denk dat ik sowieso spijt ga krijgen dat ik dit heb gedaan. Want ik denk dat ik nu sowieso trofee in de min ga krijgen. Maar dan gaan we het gewoon even proberen. Je kan dus ook heel snel omhoog gaan, maar het kan hier ook helemaal afra rechts werken, want je krijgt al die spikes tegen je. Ja, en daar is dus al een spike. Oh, jee. Ik denk dat ik echt zwaar de lul ga zijn, want ik zie dat er al allemaal spikes zijn. Of ik moet hier in het midden heel erg sterk kunnen worden, dat ik hier met alle rust een beetje die krachtpunten kan gaan openen. Dan zou het misschien kunnen. Maar er is een Frank en ik zal even hier uit gaan kijken. En, oké, nou ik moet hier even naar achteren. Ja, dit kan bijna niet goed gaan, maar ik ga gewoon mijn best doen. Weet je, wie weet. Die Frank is ondertussen gekillt, dus je hebt nu alleen maar spikes. Weet je wat, ik ga gewoon hier verstoppen met de hoop dat ze me niet gaan vinden. Maar die spike heeft me al gezien, dus ik ben sowieso al gevonden. Nou ja, we worden in ieder geval niet laatste, dus dat scheelt. Als ik die spike nu kan killen, dat zou nice zijn. Nee, dat lukt niet. Oei. Oh, dit is shit, dit is shit, dit is shit, dit is shit. Oké, als ik mijn super heb, kan ik in ieder geval iets. Ik moet even zorgen dat ik niet geraakt word, dat ik wat HP erbij krijg. En kunnen we hier misschien nu die spike aanvallen? Kan wel, maar ik heb ook geen gadgets meer. Ai. Kijk, daarom moet ik niet hier spelen. Daarom is dit niet handig. Jongen, al die spikes achter me aan. Ik kan beter die kant op lopen, want die spike... Oh, die gaat in de dood. Nice. Oh, dan word ik in ieder geval nog 5. Maar kijk, dit is dus de reden waarom ik niet in deze map speel. Je krijgt gewoon minder... Of je krijgt sneller min trofeeën. Ik kreeg nu gelukkig maar min 3, omdat ik 5e werd. Maar ja, je hebt al die spikes dus tegen je. Oké, we doen nog even 1 of 2 potjes in deze map. En daar sluiten we deze video mee af. Ga ik gewoon binnenkort, als er een betere Showdown Plus map is... Shelly verder pushen. En dan ga ik dan kijken of ik dan de 1000 trofeeën kan halen.
Oké, ik heb niet helemaal een lekkere positie. Ik sta hier eigenlijk vrij in het midden. Dus dat is een beetje balen. Ze gaan hier nu met elkaar vechten. Dus dat is in principe wel chill. Ik blijf hier gewoon even staan. En oh, ben ik nu derde geworden? Jongen, dit is echt gewoon 1 milliseconde tijd wat verschilt. We zijn vierde geworden. Krijgen we maar plus 1. No! Jongen, dat schiet niet op. Oké, maar we gaan nog 1 potje doen. Daar sluiten we deze video mee af. Oké, dit potje begint wel lekker. Ik heb meteen 4 krachtpunten. Even kijken of ik mijn super kan halen. Dat zou nice zijn. Dan ben ik helemaal sterk. Ik wil even hier op die mortars gewoon even een hit doen. Ondertussen wordt hij boven best wel heftig gevochten. Oké, die Frank is nu ook dood, dus dat is nice. En dan ga ik hier even iets doen. Ik wil ook even mijn super krijgen. Ja, dankjewel voor even dit. Dan heb ik nu bijna mijn super. Nog net niet helemaal, maar ik ben in ieder geval in de buurt. Hier. Shelly, wil jij ook je super? Ja, elke Shelly wil natuurlijk zijn super. Doe even hier een paar hits. En dan heb ik nu ook mijn super. Nice. Oké, dan kan dit potje misschien weer goed gaan komen. En dan gaan we in ieder geval nu een keertje eerste of tweede worden. Dat hoop ik. Want vierde worden, dat schiet niet op, jongen. Dan krijg je maar 1 trofee erbij. Je moet, Obo, als je 900 trofee plus hebt, moet je gewoon in de top 3 komen om trofee erbij te krijgen. Anders schiet het echt niet op. Maar ik zie jullie zo meteen als verder zijn in het potje. Want dit gaat natuurlijk wel weer eventjes duren. Nou, we zijn ondertussen in de top 4. Dus we hebben in ieder geval trofee in de plus. Dus dat scheelt. Ik zal even een hartje doen. Ik denk dat we gewoon met z'n 3 op die spike moeten gaan. Ik denk dat met z'n 3 op die spike. Dat moet wel lukken, denk ik. Dus even mijn gadget aanzetten. Ah, dat is jammer dat die andere dan niet via boven aanvalt. Dat is zonde, want daardoor hebben we nu niet heel veel. En die spike moeten we even pakken. Ja. Nice. Dat scheelt. Oké, dan zitten we in de top 3. We zitten in de top 3. Oké, ik ga hier wel even aan meehelpen aanvallen. Of als jullie eerst op elkaar gaan, dan zou dat helemaal top zijn. En nee. Ga niet op mij. En oké, nice. Die is dood. En kunnen we die hebben? Dat zou mooi zijn. Ja, let's go. Oké, dit vind ik een mooie afsluiter. Toch nog een keertje eerste geworden. Kijk, dan hebben we 8 trofeeën erbij. Hebben 910 trofeeën met Shelly. Oh, let's go. Het zit erin. Het zou sowieso kunnen gaan lukken om de rank level 30 te halen. Maar dan moeten we wel doorstrijden. Dit potje hiervoor ook. Daar zaten ook echt hoge lui in, jongen. Dat is echt niet normaal. Maar ja, dat is natuurlijk logisch als je op dit niveau speelt. En die, ja, die Showdown Plus, alleen maar spikes. Echt in deze map, alleen maar spikes. Ziek frustrerend. Maar mooi dat Shelly weer wat hoger is. Ik ga binnenkort verder pushen. En de volgende video, hopelijk gaat dat de rank level 30 video worden. Maar dat was dit echt. En heb ik tenslotte nog één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, baas. Als je dit nou een leuke video vond, dan weet ik 100 miljoen % zeker dat je video die hier staat ook wel leuk vindt. Nou, niet 100 miljoen, maar wel vrij zeker. En wat ook leuk is, is als je hier drukt, dan kan je abonneren op mijn kanaal. Doe je mij gewoon plezier mee. En check Bouwens uit mijn kleding op bouwens.nl. Nieuwe merch staat online. Dan word je echt lid van de Bouwens Army.